Goedemorgen, vriend. En? Kort. Ja, zeg het maar. Gefeliciteerd met dank je meisje. Dank je, dank je, dank je. Ja. Hoe oud? Mijn vrouwtje is 66. En ja, dat is toch al een hele leeftijd. Dat heb ik nog niet bereikt, hoor. Nou, weet je waar ik het aan merk thuis? Nee, want we hebben thuis heb ik altijd een belletje. Ja. En vanmorgen ook. Dus ik belde, hè. Dus dan bel ik. En dan dat moeten ze mij de koffie brengen of het ontbijt en ja, zo. Ja. Maar dat duurt goddomme. Ieder jaar duurt dan langer voordat dat komt. Dan moet het niet gekker worden. Ik had nog een vraag. Kijk jouw vrouw ook naar Kok en Dik of niet? Ik hoop het niet. Nee, want dan denk ik dat nu de koffer buiten staat. Ja, want je hebt je hut verkocht, hè, of niet? Ja, we hebben de hut verkocht, ja. Nou, daar heb je niet dus ik ben bijna dakloos nu. Ja, nou, dan kun je misschien zo'n flatje met zo'n balkon krijgen. Met zo'n balkon? Oh, Dik, ja. Heb je het gelezen? Dat is toch... Dat is wel schering en inslag met die balkons, maar hoe komt dat? Is dat omdat het naoorlogse bouw is? Ik heb geen idee. Of zijn dat dezelfde bouwers als de parkeergarages? Constructeur natuurlijk. Ik vind het wel vervelend voor die mensen. Want kijk, wat doe je nou op een balkon? Ja, ik zou... Roken? Met een beetje rukwinden zou ik met mijn gulp op het balkon gaan staan. Maar ja, dat gaat niet half en dat doen natuurlijk. Nee. Dus, nee. Nee, het is vervelend, denk ik. Zeker, mensen weten er helemaal niets van. Hè, dat er komt in één keer een hek voor, het is klaar. Hè. Ja, zo'n mevrouw zei ook, ik laat altijd de kamer doortochten. En nu moet die deur dicht. Dus dan ben ik wel met er eens. Nou ja, goed. Nou, als we dat gehad hebben, dan zeg ik nog een week. Hè, nog een week. En nog dan? Een week, dan hebben we verkiezingen. Och, ja. Weet je het al? Weet je al? Want ben je zwevend? Ja, ik ben een zweefvliegende... Ja, ben je op de hei geweest? Ja, bij Hooghuis of heet dat? Leopold. Ja, bij mij, Marcel, een van onze trouwe volgers. Trouwe volgers, ja. Dus een zwevende kiezer ben je. En jij? Ik denk dat ik het toch wel weet, ja. Ja? Vertel. Ja, ik moet vriendjes met Satijn blijven, dus ik ga gewoon VVD stemmen. Ja, op Rutte? Ja, ik heb ook wel zoiets, of dat je door de kat of door de hond gebeten wordt. Ja, maar dan kun je beter op Ton Heerschop. Dan hebben tenminste een Venlo aan. Ton Heerschop, daar. Ja. Ja, of niet? Ja, ik weet het ook niet. Ja, ik vind die Klaver wel een popie jopie, moet ik zeggen. Ja, dat is met de zeer... als ik die Eva Jinek daar zie zitten soppen, als die klasse Eva Jinek, over Eva. Het is maar goed dat ze op een stoel zit in mijn kruk, want ze zou er overheen glijden, hoor. Dat is toch niet normaal, hoor. Jamie, nee, man. Hé, laat eens even op dat gezicht van Ruud Broek komen. Die kijk je toch aan, man. Ja, die denkt, waar hebben ze het allemaal over? Ja. Die denkt, dadelijk moet ik van de vrouw weer alles eruit knippen. Ja, wat hebben we nog meer, jongen? Wat hebben we nog meer? Morgen is er in het stadhuis... De vrouwen, en de politiek. Oh, maar van de week was het al de dag van de vrouw, hè? Van ja, de week. Je hebt nog nooit zo'n zeik weer meegemaakt, man. Godverdomme nog een toe. Internationale vrouwendag. Jee, internationale vrouwendag. Nou, het heeft de hele dag gesausd. Nou, dat is toch een teken aan de wand, of niet? Ja, dat ben ik met je eens. Maar het is morgen, vertel even, stadhuis, ja? Ja, dan is toch dan iedere vrouw die ambieert in de politiek te gaan, die krijgt daar voorlichting van Ineke Hendricks, denk ik, Vera Tax. Wie heb je nog meer? Jozan van der Velde. Wie hebben we nog meer? Meer vrouwen in Willem, mag toch hopen dat we meer vrouwen hebben die ambitie hebben, bedoel jij ja, dan? Ja, ik vind er wel iets voor Mirjam van Alderen. Ja. Die stond net in de rij. Bij Pinkpop, ja. Pinkpop, ja. Had de eerste Jägermeister al klopt. Nou ja, er kunnen in ieder geval 3 minder binnen als Mirjam ook gaat. Zo. Maar goed. Dat is mooi. Oh ja, ik ga dadelijk schilderen. Ik ben de nightshift aan het schilderen. Ik dacht al dat je een nieuw shirtje aan had. Nee, vanaf 12 uur is iedereen welkom op de Maaskade in de Snoepwinkel. Ik ben de nightshift aan het schilderen. Nachtwacht. Dus. Echt waar? Ja. Zal ik me daar even laten zien? Ik heb foto's. Oké. Dus, ja. Nou ja, even. Ja? We hebben een hele trouwe kijker. Die moeten we de groeten doen, dat is altijd zoiets raars. Ja, dat doen we wel vaker bij trouwe kijkers. Maar, we moeten toch even zeggen: niets is wat het lijkt, maar wij. Kok en Dik vinden het fijn dat Puk van de Holmberg iedere zaterdag naar ons kijkt. Dat kijkt was niet gelijk.